Nocturne is een kunstenaarscollectief bestaande uit 4 vrouwelijke kunstenaars. Werken verschillen qua uiterlijk en techniek, maar qua concept zijn er erg veel overeenkomsten. Ons werk heeft een esthetische kant en is visueel ook strelend, maar bij nader inzien is er een keerzijde. Ieder van ons heeft een zekere fascinatie voor de donkere kant van het leven. Ik schilder omdat ik mensen wil raken, beroeren met mijn werk. Dat ze tot denken komen. In welke richting is bepalend voor de mens die mijn werk bekijkt. Wat voor mij belangrijk is, is om de ziel te raken. Mijn werk voor het museum is een reactie op de collectie die zich in het museum bevindt. Het Maria-schilderij is een interactie met de andere Maria's in de kapel. Het is druk met gebeurtenissen als geboorte, dood, engelen en onthofting enzovoort in de kapel. Ik ben erdoor geraakt en heb een Maria-schilderij gemaakt met de gedachte om de vergeten vrouw in de geschiedenis te verhelderen. De grotere Maria en haar kleine Maria's. Misschien ook de vrouw die we zijn en die we ook moeten zijn. Allemaal Maria's als de sterke vrouw door de generaties, die vaak vergeten zijn door de geschiedenis. Wij die de basis zijn in het huis, de wieg voor de toekomst. We baren een kind met veel pijn. We zijn de superwoman, de lokkende, de aantrekkelijke vrouw, de moeder. We worden ouder, maar de druk op ons als we eeuwig jong zijn is altijd aanwezig. De goede vriendinnen die zich aan elkaar spiegelen, tweeling. En soms gaat het fout, de ratten spelen op de grond. De pijn van het eeuwige verlangen naar geluk, de zorg en de donkere kant van de schoonheid. Het huidige werk kwam als een idee bij mij op door de voormalige collectie in de kamer waar ik ga exposeren. Daar werd oud porselein en glas uit de eeuwen heen geëxposeerd. Door de religieuze kunst in het museum kwam ik op het idee van de laatste avondmaal, maar dan met vrouwen, de vergeten vrouwen. Het is voor mij niet een schilderij om het thema te veranderen, maar een interpretatie om de kijker tot denken te laten komen. De meeste schilderijen door de jaren heen gaan over mannen. Vrouwen worden vaak geportretteerd als moeder en engelen die het tafereel opvullen. De maaltijd gaat ook over de verschillende kanten van een vrouw. Soms gaan we ook onszelf tegenwerken en het tafereel is een tafereel van the dark side of the beauty. Naaien en haken, dat is wel mijn hoofd. Maar goed, er komt wel inderdaad in heel veel beelden zit ook een skelet, moet ik zeggen, ja. Van hout. Ja. Dus als ik met hout bezig ben, ja, dat past. Ja, maar dat vind ik ook juist wel leuk, die veelzijdigheid. Ik merk ook dat ik vaak
afwissel. Dus dat ik soms een groot werk maak en daarna weer een klein werk. Of dat ik een werk haak en dan ben ik soms heel klein bezig en daarna moet ik weer groot en naaien en er een skelet in van hout. Dus die afwisseling maakt het juist wel leuk. Je stopt zo een paar zakken in zo'n beest. Dus als ik naar de markt ga, dan haal ik altijd heel wat zakken. Het is natuurlijk een heel ander proces dan schilderen. Dus ik kijk altijd eerst eventjes van hoe... dat ik alles erop maak met spelden en daarna pas vastnaaien. Dus dat ik zeker weet van nou, dat is de goede vorm. Kijk, dit zijn allemaal naden die ik later pas inmaak. En dat naai ik altijd met de hand vast. En dan kan ik zijn kop bijvoorbeeld nog weer om laten kijken. En die poten die zet ik er ook later pas aan vast. Maar hoe deze jongen gaat worden, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Daar kan nog van alles aan veranderen. Ja. Het werk is ontwikkeld als reactie op werk wat hangt in de kapel in het museum. Alle leden van Nocturne mochten op hun eigen manier, hun eigen wijze eigenlijk, met hun eigen discipline reageren op de collectie. Ik heb eigenlijk Maria als engel eruit gepakt en omdat dat ook heel goed aansluit bij mijn concept dualiteit. Zij, zoals je ziet hier, heeft zij geen onderlijf, maar wordt zij gedragen door vier andere onderlijven, het is haar alter ego's, haar gedachtes. En ze lijkt zich daarin over te geven. Ze lijkt te vliegen. Het heeft ook wel iets van een kruisiging. Je zou het op twee manieren kunnen uitleggen. Het is een overgave of het is een lijdensweg. En dat is voor de kijker eigenlijk ieder voor zich hoe ze dit werk beoordelen of zien. In het verleden heb ik veel geschilderd. Eigenlijk ben ik niet zo heel erg anders gaan werken dan toen ik nog schilderde. Ik maak wel gebruik van het medium fotografie, maar ik werk nog steeds op dezelfde manier als een schilder werkt. Ik werk namelijk in lagen. Ik begin bij een schets
Vervolgens ga ik deze schets, ga ik alles wat daarin voorkomt, zoals kostuums of attributen die het model aan gaan hebben, ga ik maken. Hiervoor heb ik onderdelen in rubber gemaakt als kostuum voor dit object. Het gaat als volgt. Heb ik eerst een vorm gemaakt in vloeibare klei. Helemaal aangepast totdat ik hem goed vond. Vervolgens een mal gemaakt van PU rubber, dat is een holle vorm. En vervolgens wordt dat gegoten en komt daar een rubberen vorm uit in ongeveer deze kleur. En dan kan je hem vervolgens helemaal beschilderen met verf speciaal geschikt voor rubber. En dan heb je je vorm. Dat vond ik eigenlijk wel een uitdaging, want ik had nog nooit eerder met rubber gewerkt. En ik kon mijn model ook niet aandoen om naakt te poseren. Dus ik denk, nou, dan kan ik dat mooi een keer uitzoeken. De foto's worden in de studio gemaakt en vervolgens ga ik het water nog gedeeltelijk in om waterreflecties te fotograferen. En vervolgens weer afwerken in de computer. Dat doe ik eigenlijk een klein beetje omdat als het werk zo geanceneerd is zoals ik werk, wordt het een beetje saai en vind ik dat water een van de weinige dingen is die toeval in het werk brengt, waardoor het eigenlijk wat minder, ja, minder statisch is. Ja, over het algemeen ben ik een behoorlijke tijd bezig met een foto, net als een schilder met een olieverfschilderij. Nou, dit is bijvoorbeeld een nieuw werk van mij, die is gemaakt dus voor het museum. Zoals je ziet heeft zij een heel kostuum aan en dat ga ik je nu even laten zien. En voor ieder werk maak ik een nieuw pakje, dus dit heeft ze aangehad. Ze heeft deze, hier heeft ze op gestaan. En ik werk met echte modellen en zij heeft ook dit object op haar hoofd gehad voor de shoot. Ik maak voor iedere foto maak ik eigenlijk een nieuw kostuum of attributen die daarvoor nodig zijn. En onder water doe ik ook nog iets, maar dat is eigenlijk toch wel het geheim van de kunstenaar, hoe dat precies gaat. In mijn werk voor het museum ben ik uitgegaan van het schilderij Doodsbed van een kind door Bartholomeus van der Helsten. En dat ik als moeder zijnde gekozen heb omdat het mij sterk raakt en mijn grootste angst vertegenwoordigt. Mijn doel is een klassiek levensfries te vervaardigen, geïnspireerd op het Beethovenfries van Gustav Klimt, geschilderd tijdens de romantiek. In mijn levensfries wil ik een allegorie schilderen waarin de dood van een kind centraal staat. Als verwijzing en zekere ode aan Gustav Klimt zal het personage dat we volgen een roodharige vrouw zijn. We beginnen bij de geboorte. De ooievaar als brenger van nieuw leven. Maar deze ooievaar is zwart, waarin de symboliek schuilt van een duistere geboorte. Dit werk van de geboorte is tevens een aankondiging van een naderende dood. De kindertijd waarin we een jong meisje voor een donker bos en aan de rand van een duister water zien staan. Zij zal een figuurlijke sprong in het diepe wagen door het leven aan te gaan. En zij keert haar rug nog van de liefde af. De liefde beeld ik uit refererend aan sprookjes. De prins op het witte paard. Maar de prins is hier afwezig en het prachtige paard is in tweeën gespleten. Een metafoor voor de complicaties die de liefde teweeg kan brengen. Na de liefde volgt de zwangerschap. Het hoofd van de zwangere vrouw is niet zichtbaar. Zij zelf en haar lichaam staan totaal ten dienste van het kind dat zij in zich draagt. Haar identiteit is niet relevant. De slang om haar heen geeft haar kracht, verwijzend naar Lilith. Maar de slang symboliseert tevens verraad. Dit verraad voltrekt zich in de dood van het kind. Een doekje waarin ik een klein, maar erg kwetsbaar detail heb gekozen uit het oorspronkelijke werk van Bartholomeus. De handjes van het kind en de stro van het bedje. Wat volgt is het drieluik van de dood van een kind. Het eerste werk is het verdriet zelf, het verloren zijn. Het schaap vertegenwoordigt dat gevoel, maar staat ook voor troost, alsof ze weg wil kruipen in zijn vacht. Ze draagt de schaduw van het dode kind bij zich, rondom haar.
Het tweede deel is de wanhoop, de gekte, de totale overgave aan het verlies. We zien de vrouw naakt op een kille akker met nog een paar strootjes die weer verwijzen naar het bed van stro. De kraai op haar schouders symboliseert het onheil. Het derde deel is de berusting, een hernieuwd vertrouwen met een rood bosje als symbool van hoop. En vanuit de berusting volgt het verdere leven. We zien de reflectie van de vrouw in een spiegel. Zij reflecteert haar leven en kan tevens via de spiegel haar eigen leven overzien in de zaal. Op haar schoot zit een uil, die symbool staat voor wijsheid. En in haar haar verborgen toont zich al een naderende dood, alleen zichtbaar voor het publiek. Het doek van de dood is het laatste werk van het levensvries. We zien een schedel met daarop een witte duif, brenger van vrede en rust. Voor de gasthuiskapel van het museum ben ik als centraal figuur uitgegaan van Maria. Het worden 13 werkjes, 13 is tevens het heilige getal, gebaseerd op het geloof. Hoe ik het interpreteer en hoe het geloof zich door de jaren heen gemanifesteerd heeft. Maria fungeert als metafoor voor mijn perceptie van het geloof. We zien in haar onder andere liefde, toewijding, maar ook geweld en de waanzin, zoals het verbranden van de heks. Met deze kleine werkjes, als een soort toetsen in de immense kapel, hoop ik een samenhang te vinden tussen het werk van Nocturne en de overdonderende bestaande kunstwerken.